Het was vannacht. Erg koud in Nederland, met strenge vorst, temperaturen van min 10 en lager. Alleen in de beeld kwam het niet tot strenge vorst, onder andere. En daarmee is de kans op een koude golf echt flink vervlogen. Sterker nog, de temperatuur is inmiddels opgelopen naar 0,0 graden op het hoofdstation. Dus alleen een regionale koude golf is nog mogelijk. Die temperatuur ligt nog altijd wel op vrijwel alle meetstations onder nul. Maar vanmiddag, geholpen door een toch wel felle februarizon, loopt de temperatuur op tot rond het vriespunt. Heel veel plaatsen krijgen wel een ijsdag, maar op sommige plaatsen komt die temperatuur net een uurtje boven nul. Vooral in het noorden van Nederland drijven nog wat wolkenvelden over. Vanavond gaat de temperatuur dan als een baksteen naar beneden. Met weinig wind en een helder weer. Al snel is er sprake van matige vorst. En al later in de avond wordt lokaal min 10 gemeten. En vannacht gaan we weer door de min 10 graden grens heen. Een lokale min 15 is mogelijk. Ook ontstaan er wat ondiepe mistbanken. Die lossen morgenochtend allemaal snel op. En dan belooft het wederom, een prachtige zonnige winterdag te worden. Nauwelijks bewolking en in de middag waarschijnlijk net een tandje kouder dan vandaag. Dus in de beeld lijkt het wel een ijsdag te worden, maar zoals gezegd, voor die landelijke koude golf hebben we er helemaal niets meer aan komende dagen blijft het nog eventjes koud. Zo zien we dan de dagen die ontbreken overigens, maar ook zondag nog temperaturen rond het vriespunt in de middag. Maandag kan er wat winterse neerslag vallen. Kan misschien ook wel verraderlijke gladheid opleveren. En de dagen daarna, het is allemaal nog wat onzeker. Snachts blijven we waarschijnlijk nog wel rond het vriespunt schommelen. Maar overdag met een graad 4 zijn de ergste kneepjes wat kou er echt wel af. Maar hoe dat precies gaat lopen, dat zullen we de komende dagen zien.